Welkom bij het prachtige stadhuis aan de markt van de gemeente en de stad ’s-Hertogenbosch. We zijn hier op dit moment in de ontvangsthal op de begane grond. Het stadhuis heeft heel veel mooie ruimtes, zoals de BMW-kamer en de oude raadzaal. Maar op dit moment staan we hier in die ontvangstruimte. Oorspronkelijke betekenis, dat ziet u achter mij door die vier kolommen, dat is de vierschaar. En de vierschaar was de oude middeleeuwse en laat-middeleeuwse rechtbank. En vierschaar, dat waren vier banken die in een carré werden gezet, vandaar vier scharen of banken. Dat vormde de plek dat schout en schepenen gingen beslissen over het kwaad wat er geschiedde in de stad. En dan zult u denken, van als iemand nou veroordeeld is geworden, waar blijft die dan? Die moet natuurlijk naar de gevangenis. En de gevangenis zat hieronder. En hoe ging het transport dan in die tijd? Dat was heel makkelijk, want achter de vierschaar was een prachtig oud luik, werd opengedaan en de gevangene werd gewoon tjoep naar beneden gelaten. Ging heel efficiënt en snel om vervolgens in de gevangenis terecht te komen. Kortom, heel efficiënt en doelmatig. Daar proberen we vandaag de dag in onze samenleving ook te zijn. Maar vooral geniet van al dit moois en vooral hier in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch.